Dus wat heb ik gedaan eigenlijk? De lijn, de afstand van de lijn. Ik heb gekeken wat verval is. En ik heb dat op 8 meter gebracht. Ik heb de industrie ook weggelaten. Ik heb puur de natuur willen tonen eigenlijk. Want die hebben bakjes, kleine bakjes gemaakt. Allemaal verbonden zijn met buisjes. Dus dit is niet het proces van het rood zelf, maar het geur nemen van het rood heb ik geprobeerd te visualiseren. Het hangt eigenlijk die geur en dat komt in dat bakje. En dan gaan we de buizen mee en wordt daarna tot een parfum gemaakt. Roten Eau de Leie. En dan kunnen ze als bezoekers kunnen ze dan hier komen op knopje drukken. Dan kunnen ze hier komen ruiken en dan komt hier de geur uit. En ik dacht van, ik ga dat zelf beginnen, dat roten. Hè. Dus ik had mijn fles meegekregen. Ik dacht, ik ga het op water zetten, maar dat werkt niet zo echt. Dan zijn we water uit de leien komen halen hier. Hè, want daar zit een bepaalde kalkpercentage in of zo. Een gradatie erin van. Dat noodzakelijk is voor dat roten blijkbaar het proces te goed op gang te zetten. Heb ik het daarmee geprobeerd, maar ik kreeg niet het resultaat. Ik begon niet zo hard te ruiken zoals ik had verwacht. Als ik zo rook van rood... Nu, de reden daarvoor is, ben gaan opzoeken, is eigenlijk, als dat rood, dan heeft dat een bepaalde druk ook. En dan is een hoeveelheid dat er ligt. En dan wordt dan luchtig meer afgesloten en dan komen er meer gassen vrij. Eigenlijk. En dat kan ik niet creëren in een labo-situatie. Ik kan dat wel creëren, maar niet als kunstenaar. Ik heb wel een mooi labo, maar zo uitgebreid ben ik ook niet geïnstalleerd voordat er een bepaalde druk kunnen opdrukken. En ik weet ook niet welke druk dat juist is. Dus daarom leek me interessant te wachten tot het echt het rode begon in juni. En ja, daar hebben we nu recent, vorige week ben ik het... dat gaan halen uit Stefan Mommersy. Hij heeft voor mij eigenlijk, bij wijze van spreken, afgietsel van het rode aan mij gegeven in 40 liter in totaal. Ik ben daarmee te werk gegaan, ben dat binnen distilleren. Ik heb een warme extractie toegepast en een koude extractie. Dus als je mij vraagt, is rode een slechte geur? Dan antwoord ik nee. Want voor mij is dat een super interessante geur. Er zit een laag in die ik niet grap in een commercieel parfum kan terugvinden. De reden dat we Peter eigenlijk gevraagd hebben om dit kunstwerk te maken, is eigenlijk omdat we in het verleden heel veel interviews hebben gedaan met verschillende mensen die het vlas gewerkt hebben. En een van de dingen die heel vaak verteld was, was de geur. En iedereen spreekt daar met een gevoel over. Niemand beschrijft dat als of het riekt goed of het stinkt. Iedereen beschrijft dat met heel veel gevoel. Maar dat vonden we eigenlijk heel interessant om dat met een kunstenaar aan de slag te gaan, om te gaan kijken van, kunnen we die geur terugbrengen in het museum? En kunnen we het dus ook op die manier terug de verhalen vertellen?